Leuk dat je kijkt naar de allereerste uitzending van Christine's Cultuursnack Nieuwe Stijl. Niet vanuit de studio, maar gewoon vanaf de straat. En over enkele ogenblikken wordt iemand in deze wijk, Heijenoord in Arnhem, verrast met een optreden. En dat optreden wordt verzorgd door vrienden van de show, Enge Buren! Straks wordt er dus iemand verrast met een hap kunstvoer. Maar er zit nog meer in de show. In uw wekelijkse culturele provinciale update horen we Beethoven. En Christine. Wordt er gerepeteerd, getekend en gebreid. Op hoog niveau. Breien, dat hoor je niet vaak, toch? Daar kleeft wel het een en ander aan. Nogal, ja. Ja, oh kijk, wel een blonde met lange vlechten. En vinden jullie dit nog spannend? Want voor zo'n zaal staan is natuurlijk een beetje normaal voor jullie. Nou ja, dit lijkt me wel spannend, ja. Maar jij neemt alle spanning weg. Zo mooi dit. Even kijken waar we kunnen aanbellen. We zijn hier in de wijk Heijenoord. Ja. En in Heijenoord is een revalidatiecentrum. En dit is een ruimte die daarbij hoort. Maar wat is die ruimte voor jullie? Dit was vroeger de Deel, jongerencentrum, jeugdjongerencentrum de Deel. En hier kwamen allerlei jongeren met en zonder handicap. En die kwamen muziekactiviteiten doen. En wij alle drie werkten daarmee. En vanuit dit werk is Enge Buren ontstaan. Want jullie gingen op een gegeven moment, is dit jullie repetitieruimte geworden? Ja. Ja, dat is een mooie ruimte. Ja. Ja, en 's avonds was hier niks te doen. Er stonden al die instrumenten hier en we konden gewoon die instrumenten gratis gebruiken. Ja, lekker oefenen voor dat wat het nu is. Ja. Er is niemand thuis trouwens, hè? Er is niemand thuis. Hoe kan dat, Michiel? Jij kent deze wijk. Hoe ja, iedereen werkt natuurlijk, behalve artiesten, die slapen uit. Ik vind dat dit aan leuk de telefoon. Zal ik het even proberen hier? Ja, probeer maar even hier. Zal ik het doen? Nee. Die ken ik. Kunst op je kamer? Dat kan. In het Valkhof en Coda Museum kunnen kinderen en jongeren kunst kopen voor een goed doel. €5 van elk verkocht werk gaat naar Vluchtelingenwerk Nederland. Maar er wordt niet alleen kunst gekocht. Deze kinderen gaan ook zelf als ware kunstenaars aan de slag. Dit is Nina. Hallo. Dit is Milo. Hoi. En dit is Femke. Hallo. En ik ben Christine en wij gaan met z'n vieren hier in deze tentoonstelling eens even kijken of we inspiratie op kunnen doen om werk te maken voor vluchtelingen. Want dat gaan jullie doen, toch? Ja. En, Ze is met hun hoofd aan het spelen. Jongen, die lijkt wel alsof hij met zijn hoofd aan het voetballen is. Ja. Vind je dat grappig? Ja, want dan kan je echt niet zien hoe je voetbalt. Nee, oh, dat is inderdaad zo, Femke. Daar heb ik nog niet aan gedacht. Dan kan je helemaal niet zien wat je doet met je been. Ja. Dus eigenlijk ziet het er best wel blij uit, hè? Ja, ik denk dat de mensen juist blij willen zijn in plaats van de hele tijd verdrietig zijn. Ja, oké. Okay, ik denk dat die al in het nieuwe land zijn. Ja. Oh, dat is een goed idee. Dat ze dan gewoon blij zijn. Die herinnert je niet aan de slechte dingen, maar juist aan de leuke dingen van het leven. Ja, en waarom? Door die bloemen? Ja, door een beetje de bloemen, vrolijke kleuren. Ja, en er staat ook hier hoop, hè? Mm-hmm. Zuivere, troostende bloemen na alle narigheid, een nieuw leven in het verschiet. Het blikje dat hoop heet, neem je zo mee onder de arm. Heb jij er eentje uitgekozen die je graag zou willen kopen? Ja, dat is die naar achter staat. Oh, deze heb jij uitgekozen. Ja. En waarom deze? Nou, ik vind de tekst erboven vind ik sowieso heel erg mooi. Van geen mens is illegaal. Van ja, dat bij Europeanen moeten ook gewoon mensen kunnen opvangen. En we moeten wat aardiger tegen ze zijn. En ja, niet zo boos tegen ze doen. En hebben jullie nou door het kijken naar deze werken, hebben jullie nou zelf ideeën? Want jij hebt al iets gemaakt, Femke. Hebben jullie nou ideeën van hoe je gaat beginnen zometeen met iets maken? Ja, ik ga denk ik wel iets vrolijks maken. Dus niet iets heel erg verdrietigs, maar gewoon iets vrolijks. En waar denken jullie dan aan? Wat kan je dan het beste maken? Ik denk meer aan vogels, vrijheid. Mooi. En een blij gezichtje. Want dan maak je ze ook blij. Een blij gezichtje? Vogels, vrijheid? Ik weet eigenlijk nog niet.
Nou, dat is helemaal spannend. Want als we even over jullie schouder mee mogen kijken, dan denk ik dat het tijd is om aan de slag te gaan, toch? Ja. Aan de slag. Aan de slag, jongens. Bakje water. Nou, er wordt al volop gewerkt. Odette, dit is toch wat een productie is hier gaande, joh. Dit is echt ongelooflijk. Een heel atelier in het museum. Ja, dat klopt. We wilden eigenlijk op deze manier kijken. Met name ook een van de kunstenaars die ook in de tentoonstelling waar we ook werk van zien. Die had zoiets van, ja, ik wil ook juist iets maken ook voor de vluchtelingen. En ook daarmee een positief geluid te geven, ook vanuit de kinderen uit Nederland. De kinderen die in die vluchtelingencentra zitten. Om te zeggen, jullie zijn welkom hier. En tevreden, Femke? Ja, wil je er nog iets over zeggen? Nee, het is klaar zo, hè? Dankjewel. Ik heb genoten, dankjewel. Ik zal je even een hand geven. Bedankt dat ik mocht kijken hoe jij een kunstwerk hebt gemaakt. Super gaaf. Het zijn wel leuke huizen hier, hè? Beetje jaren... Wat is het, Michiel? Jaren 30 of is het voor wijk? Ja, het is een... volgens mij is het een rustige wijk. Een beetje nabij het centrum. Waar veel hbo'ers wonen. Heel veel saamhorigheid. Maar het klinkt als een gezellige wijk in ieder geval. Ik vind het heel gezellig, ja. Ja, want jij woont er ook. Ja. Maar dat is vooral de reden om er niet te zitten natuurlijk. Dan vinden wij het al niet gezellig. Enge buren. Begrijp ik heel goed. Begrijp ik heel goed. We kunnen misschien hier wel even aanbellen. Dat ziet er ook heel gezellig uit. Dat intrigeert jou, hè? Ja. Denk je dat hier een prachtige blondine woont? Ja, die verstopt is voor de buitenwereld. We zien straks. Wij gaan eerst even naar de amateurkunst. So you think you can, breikunst. So you think you can, breikunst. Mensen zeggen... dat wat ik brei, dat kunst is. In het dagelijks leven ben ik docent wiskunde. Ik sta voor de klas. Mannen en breien, dat hoor je niet vaak, toch? Daar kleeft wel het een en ander aan. Nogal, ja. Als er iets anders is in een rij getallen, dan valt het ook op. Jij bent zelf, ben jij, zeg maar, misschien het bijzondere getalletje in een rij. Ja, zo ervaar je dat zelf niet. Ik ben een boerenzoon. En ook mijn vader handwerkte toen hij met pensioen ging. Ik was niet zo handig met de boor. Dus toen we in ons nieuwe huis kwamen, heeft mijn vrouw geboord in de muur. En ik stond er met de stofzuiger onder. Ja, zo werkt dat met mijn vrouw en mij. Wij doen dat zo. Deze poncho heeft ook allemaal vlakjes, hè? Ja, dit is een vlakvulling. Bij heel veel trottoirs zie je dat je een vlak... kunt betegelen met gewoon vierkante tegels. Dat is ook een vlakvulling. Zijn het nou driehoek of zijn het vierkant? Daar komt ie. Dit zijn drie driehoeken, ja, die ik in één keer gebreid heb. Dus dit is eigenlijk de helft van een zeshoek. Ja. En dat is een trapezium. Ja. Je ziet horizontaal zie je een bepaalde kleur zich steeds herhalen. Even kijken hoor. Niks zeggen. Blauw. Er zit een blauwe bovenin. Ja, klopt. Het was toen ik 's ochtends vroeg in het zwembad lag van Silvolde. Kwam er iemand naast mij, ik kende de hele mevrouw nog niet. En die vroeg mij heel timide zo van, ben jij de man die breidt? Dat was een hele voorzichtige vraag. Toen zei ik van ja. Dit is eigenlijk een stukje opdracht. Knopen, vlechten, groen. Ik heb voor 7 verschillende spaghettigarens gekozen. Dit is voor het eerst dat ik inderdaad een wandkleed gemaakt heb. Iets heel groot. Dit was echt een heel groot project. Hier zitten allemaal energy drink blikjes in, leeg. Maar waarom heb je dat gedaan? Voor de leuk. Dit is niet voor slanke dames, want het is kilo's zwaar. Maar je kunt het dragen. Kijk maar. Yo, yo. So you think you can breikunst? Dat hoort bij mij.
Michiel, jij kent deze wijk. Welke straat moeten we een beetje zijn? Ja, het is allemaal wel leuk. Het is allemaal wel leuk. Wat trekt jou dat aan, zo'n deur? Zullen we daar even... Jullie staan in de theaters met de show Ruk. Ruk, zijn jullie allemaal rukkers of moeten we het zien? Ja, dat zou ik wel denken. Nou, dan laten we ons niet over uit. Is die hele show gewoon ruk? Nou ja, dat laten we aan het publiek. Hè. Maar je kan het op vele manieren uitleggen. Een ruk naar rechts, een ruk naar links. We fietsen zo de show door en het gaat over allerlei onderwerpen. En het grote thema is eigenlijk mannen- en vrouwenmuziek. Of het bestaat. Oh, en bestaat dat? Jazeker, dat bestaat. Kan je daar een voorbeeld van geven? Oh, er zijn heel veel voorbeelden in de show. Maar er zijn bijvoorbeeld een voorbeeld is de Bee Gees. Echte vrouwenmuziek. Dus er waren ook Bee Gees. Is dat echte vrouwenmuziek? Dat is echte vrouwenmuziek. Wetenschappelijk onderzocht. Ja. Mannen die hoog zingen, vinden vrouwen leuk. Iedereen heeft er natuurlijk wel een mening over, hè? Van iedereen heeft een eigen muzieksmaak. En is dat inderdaad voor mannen of voor vrouwen geschikt? Komt jullie eigen muzieksmaak daarin naar voren? Tuurlijk, er zit ook voor de mannen natuurlijk een rockblok. Van hakken en zagen. En het is natuurlijk gewoon heel generaliserend. Het leuke is, het onderwerp is al vaak gebruikt. Onder andere door vrouwen komen van Venus en mannen van Mars. Vrouwen houden van Bruno Mars en mannen van Venus Williams. Zo kun je het ook online nemen. Maar het leuke is dat het thema gewoon iedereen triggert. Iedereen die in de zaal zit bij ons is een man of een vrouw. Ja, Pier houdt er overal van. Dus die gaat zijn liefde ook verklaren. Luf, en dan zie je echt mensen kijken van, Ik had vroeger een poster op in de slaapkamer met Luf. En nu heeft hij poster. Overal waar ik was in de slaapkamer, keek Luf mij rechtstreeks aan in mijn ogen. Oh, dat heeft je wel heel veel gedaan, zo te zien, Pierre. Romantiek. En eigenlijk zijn de vrouwen gewoon op alle fronten de mannen de baas. En daar hebben we het ook over natuurlijk. En, het gaat en, er zit, en er zit ook nog een lied in over waarom vrouwen altijd op die foute mannen vallen. Nou ja, je hebt altijd van die hele foute mannen die altijd alle vrouwen gewoon in het bed in praten. En daar hebben we een lied over gemaakt. En waarom vallen vrouwen daarop? Die telefoon voor jou die doet ontzettend irritante dingen. Het zijn mijn vrouwtjes. Ja, al die vrouwen die het bed in gepraat heeft. Laat hem toch eens staan en ga met mij tekeer. Rup me aan mijn haren, doe het ruig, doe het rauw. Van de wijkje. Zitten er veel vieze grappen in? Ja, dat valt ook wel mee. Dat valt mee met deze show. We hebben wel het antwoord op 50 tinten grijs. 50 pinten geel voor de man. Dus daar gaan we zo een stukje van doen waarschijnlijk. Ja. En er komt ook een boekwerk van? Nou ja, als het aanslaat, komt een boek 50. En een film. 50 pinten geel. Straks terug. Eerst heel Gelderland repeteert. Heel Gelderland repeteert is bij Introdans. We krijgen een exclusief kijkje achter de schermen bij de voorbereidingen op Absoluut Amerika. Zo is het toch, Christine? Ja, zeker. Oh. En dat stuk bestaat uit 3 delen. En een van die delen, daar zien we dus nu de repetitie van. En dat is het stuk 3. Het is gemaakt door de Amerikaanse choreograaf Robert Battle. Dat zijn wel jonge mannen allemaal, hè? Ja, jouw ogen, Rob. Maar in de dans zijn dit een soort van bejaarden. Serieus? Ja, die zijn natuurlijk echt hartstikke goed. Maar ze zijn niet echt jong voor dansers. En wanneer ben je klaar met dansen? Als je van dans houdt, kan je tot je dood kan je dansen. Let's go back to starting the duet. Is that okay? So let's review what we have so far. Ze moeten het keer op keer oefenen. Want die dansers moeten dus dat helemaal in hun lijf krijgen, die bewegingen. Die dansers zijn helemaal niet vrij dus. Het is echt van millimeter tot millimeter gechoreografeerd. Ja, totaal. Deze beweging, zij doet het even voor. Right, left, right, left, right, left, right. Dus dit tegelijk. Oh ja, nee. Mm-hmm. Zie? Ja. Je moet het eerst een paar keer echt doen voordat het in je lichaam zit. Dat is heel anders dan bij acteurs. En je hebt een soort van lichamelijk geheugen. Dus dat moet helemaal eigen worden en dan gaat het vanzelf. Robert has really big hands. I don't know. Some of you had the pleasure of meeting him, but I'm fascinated. Zij heeft dus met die Robert Battle gewerkt, die dus deze dans gemaakt heeft. En het schijnt nog wel een geinige kerel te zijn. En hij begroet de dansers altijd op een bepaalde manier. Zo dus. Oh. That's how he says hello. And that's it. And sometimes he won't even look at you. You know. But it's a way of saying hi. It's a funny way to like this. Dominantie is dit. Nee, volgens mij kijk, is dit gewoon... Kijk tegen wel allemaal hondenprogramma's. Dus ja. Het onderhouden. Ja, nee, maar volgens mij is ik ben dit de baas. Ja. Ik vind het eigenlijk zelf gewoon heel cool. Nee, hier zit wat achter, hè?
En die Robert die schijnt dus ook hele grote handen te hebben. Dus volgens mij voelt het ook heel lekker om zo'n grote hand op je kop te krijgen. Christine, jawel. Nou. Tipi. Wat willen ze nou dat ik oppik van dit stuk? Nou, dit gaat echt vooral over het plezier in de dans. Veel energie, lol. Ik ben altijd stinkend jaloers dan als ik dat zie. Dan zie je een hoop energie, maar ik denk ook, dat ga ik nooit zelf doen dit, weet je. Je kunt natuurlijk ook heel veel energie krijgen van het kijken naar die dansers, hè? Juist. Nou, Absoluut Amerika, vrijdag 12 februari in première in de Schouwburg in Arnhem. Ja, en daarna nog in heel Gelderland te zien. Ja, we zijn terug in Heijenoord. Nog steeds op zoek naar een geschikt huis om onze tractatie te geven. Belle, is dit iets? Ja. Is dit leuk? Nou ja. Oh, dat is de moeder van Marjan. Die vindt het wel leuk. Hij kent gewoon iedereen. Ja. Nee, we gaan wel iemand tracteren. Hele werk hangt hierop. Nee, joh. Dat kan toch niet, Michiel? Kom op. En deze mensen, daar zijn er wel twee van. Ken ik niet. Nee, die vindt het leuk. Zullen we die doen? Ja. Hier is een kerk. Kan ook heen. We gaan hem aanbellen. Jezus is het. Lopen jullie mee? Ja, we lopen mee. Kom maar, niet zo schuchter. Niet zo schuchter. Kom maar. Straks meer. Enge buren in Heijenoord. Maar nu eerst even het volgende. Ja, dit is heftig. Dat komt helemaal binnen. Ik ken het wel, maar ik weet niet van wie het is. Het is wel heel gevoelig, hoor. Het is echt klassiek. Het klinkt wel mooi. Die instrumenten en zo. Mooi. Beethoven, denk ik. Ja, mijn opa luistert wel dit soort muziek, dus vandaar dat ik het herken. Hier kan ik helemaal op weg zweven en dan opeens dat heftige. Ja, dat vind ik verrukkelijk. Ja, ja. Ik vind het mooi, prachtig, maar niet voor een hele dag te luisteren. Maar prachtig muziek, ja. Ik ben Marguerite Benschop en ik vraag me af waarom dat ta-ta-ta-ta zo lekker in het gehoor ligt. Ja, Marguerite, die vraag wordt zo beantwoord door maestro Jules. Want elke week in Christine's Cultuursnack krijgen we een onthulling. Op het gebied van klassieke muziek, maar ook op het gebied van beeldende kunst. Maestro Jules. Ja, Marguerite, dit begin van Beethoven's 5e symfonie komt inderdaad binnen. Het is 3 keer kloppen en je bent er. En het is heel erg kort. En Beethoven herhaalt het ook heel erg vaak. En ik denk dat de herhaling ook belangrijk is geweest bij het beroemd worden van dit stuk. Want popartiesten, DJ's, iedereen heeft het gebruikt. In de oorlog was het noodlot, V-victory, morsen, pap-pap-pap-pam. Het heeft echt een epische betekenis gekregen. En maar heeft Beethoven dat ook zo bedoeld, Jules? Nou, het is bijzonder. Beethoven heeft wel geschreven: het noodlot klopt aan de deur. Dus zelf... Ta-ta-ta-ta. Precies. Maar de nieuwe inzichten zijn dat hij geïnspireerd is door een vogel. Oh. In die tijd dat hij dit componeerde was hij nog niet doof. Later werd hij dat wel. Hij wandelde vaak door het Prater. En daar was een vogel, de geelgors. En de geelgors klinkt precies als het begin van de 5e van Beethoven. Luister maar. Nou, Marguerite, dat is toch precies dit? Inderdaad. Nou, wil je nou nog meer van Beethoven te weten komen? Ga dan naar het Gelders Orkest. Blik op Beethoven heet het. En maestro Jules, die legt van alles uit. Wat kunnen de mensen verwachten, Jules? Nou, voor de pauze leg ik het stuk uit. Maar samen met het Gelders Orkest, met muziekfragmenten, er komen beelden. En na de pauze spelen we het hele stuk. Zonder onderbreking, de beelden komen terug. En je luistert gewoon met andere oren. Ja, dan begrijp je het. Dan heb je het helemaal te pakken. Heb je het te pakken. Heb je gewoon Beethoven te pakken. In de Arnhemse wijk Heijenoord brengt de familie Slot nog niets vermoedend de dag door. Totdat... Hallo meneer, Hallo. U heeft een optreden gewonnen. Van Enge Buren.
Dat is toch fantastisch? Ik woon niet eens hier. Kijk aan. Nou, helemaal fantastisch. Gratis en voor niks. Niks voor hoeven doen en toch gewonnen. U krijgt gewoon een traktatie op deze prachtige doordeweekse nietszeggende dag. Ja, dat kan je zeggen, ja. Oh, wat leuk. Nou. Zo. Zo, oh, lekker warm hier, zeg. En mogen we even van tevoren weten, voordat we gaan kijken naar het optreden, wie wonen hier? Wie zijn jullie? Nou, wij wonen hier niet. Jullie wonen hier niet? Nee, want we zijn aan het oppassen op onze kleindochter. Kijk eens aan, en dit is? Venne, hè? Is er iets in jullie leven op dit moment waardoor jullie kunnen zeggen, ja, zeker hebben wij dit optreden verdiend? Wij hebben een paar kinderen op de wereld gezet en die hebben ons deze fantastische schoondochter gegeven. Dat is een hoogtepunt in ons leven. Daar past wel een mooi optreden bij met een muzikaal tintje. Barbara of Herman of Venne, ik heb een vraag aan jullie. Hebben jullie 50 tinten grijs gelezen? Of een film gezien? Jij wel! Ja, Venne wel! Nou, Venne wel. Gelukkig, dat is er eentje. Ik ben in het boek begonnen en ik heb dat weer weggedaan, want ik vond het slecht tot zeer slecht. Nou, ik heb het niet gelezen, wij hebben het niet gelezen, maar we hebben wel het antwoord van de man. 50 tinten grijs voor de vrouw, 50 pinten geel voor de man. Vrouwen dromen van het paradijs en denken steeds in 50 tinten grijs. Een spannende ontdekkingsreis, daarvoor betalen wij de prijs. Maar al die vrouwenporna wordt ons echt zo veel, we krijgen niks meer door de keel. Wij vragen eigenlijk niet veel, 5 keer 10 pinten geel. Straks meer enge buren in de huiskamer, nu lekker vertrouwd naar de snackbar, waar de schrijfster van de populaire kinderboekenserie Plaza Patata, Nanda Roep, friet haalt voor haar familie. Was dit een inspiratiebron voor de boeken? Ja, de friet is natuurlijk altijd een inspiratiebron. Zijn dochter, de dochter van Marcel, heeft de boeken ook allemaal wel gelezen. Ja, ja, we zijn natuurlijk allemaal gek op die snack, dus dat schept wel een band. Ja, dat schept zeker een band. Ja, nou ja. Snacken, dat is mij ook niet vreemd, dus friet is mijn basis. Behalve schrijfster is Nanda nog veel meer. Ze heeft haar eigen uitgeverij, Nanda, die 5 jaar bestaat, presenteert ze voor KRO Kindertijd en heeft deze creatieve duizendpoot ook nog eens een artistieke en bekende man. En wie dat is, dat zie je zo. Oh ja, dat gaat best soepel. Ze is ook nog singer-songwriter, hè? Plaza Patat met de frietjes, hè? Doe je mee, Christine? Ja, ik doe hem mee. Plaza Patata, friet komt frittata. Daar wonen grote schatten. Kom mee, dan gaan we starten. Hé, en Nanda, nu heb je nog weer een boek uit. Ja. Net. Ja, dik, druk en dronken. Ga je daar nu aan de friet? Als je nog niet bent. Bijna. Als je nog niet bent, dan word je het wel. Zijn de frietjes nog warm? Ja, nog net, maar die zak is half leeg volgens mij. Doet nou die beroemde man van jou open? Die beroemde man, maar ik denk het. Of mijn lieve zoon, dat kan ook. Het is mijn zoon! Hoi Tijmen! Hallo! Hoi! Hoi, dit is Christine. Christine. Hoi, Sylvester. Ik sta gewoon op en daar is hij dan, de beroemde man. Maar de friet is nog warm. Ook een artistiekeling die de meeste mensen kennen als cabaretier. Voorheen van Arie en Sylvester. Nu staat Sylvester met zijn soloprogramma Regels zijn regels in het theater. Maar hij maakt ook animaties, illustreert en hij schreef zijn eerste roman. Als Christine hier niet in een creatief bolwerk is beland. Zie je, we eten niet zo vaak mayonaise. Ja, ja. Ik eet nooit vieze dingen. En komt dat ook omdat jullie zo ontzettend druk zijn met het maken van alles? Want jij bent begonnen als schrijfster, jij bent voornamelijk cabaretier, maar jullie doen allemaal andere dingen. Jij tekent nog erbij, we hebben jou op de fiets horen zingen, singer-songwriter. We hebben jou ook horen zingen. Ja, nou, dat is oké. Okay. Jullie doen van allerlei creatieve dingen, maar hoe komt dat zo? Nou, dus ik verzin een plannetje en dan verzinnen we daar de beste vorm bij. Ja. En soms is dat een film, en soms is dat een boek, en soms is dat een theaterprogramma, en soms is dat een tv-programma. Maar het is wel zo dat boeken, die zijn echt mijn basis. Ja. En cabaret, dat is echt zijn basis. Word jij ook zo opgevoed? Dat als jij een plannetje hebt, dat zij dan zeggen, oh, dan gaan we dat dan ook maar eens even uitvoeren? Nou, ja en nee. Bijvoorbeeld, als ik een plan heb voor de strip, dan ga ik daar wel zelf aan de slag. Als ik bijvoorbeeld een plan heb waarvan ik denk van, ja, laat maar zitten, dan proberen zij wel mij zo te onderdrukken van, nee, je moet het wel doen, je moet het wel doen. Onderdrukken? Ja. Heel goed hoor. Ik geloof het meteen.
Waarom ga je met je vinger over het... Het heet... smeren. En waarom schrijven jullie die dingen? Komt het voort uit je eigen leven? Ik voelde me echt op een dag dik, druk en dronken. En Sylvester zei eigenlijk ook meteen... Wat een goede titel. Ja, dat en, is hem, ja. En toen heb ik dat uitgewerkt. Dus dat is best wel te vinden in mijn eigen leven. Maar Sylvester, die ging als solo cabaretier door. En in die show zit een stukje waarin hij zegt... dat mensen vaak vragen, dat is ook zo, of wij wel eens samenwerken. En toen zei hij, nou, dat lijkt me niet verstandig. Een cabaretier en een kinderboekenschrijver... voor je het weet op je pluk van de slettenflat in de kast staan. En op een dag zei ik tegen jou... ik vind eigenlijk dat boek er moet komen. Ik zei meteen van, nou, ik ben helemaal geen schrijver. Ik ben een cabaretier en ik vertel verhalen. En ik schrijf ze niet zo... Maar ja, het was een zaadje al gepland. En toen had ik al een plot voordat ik er ergen had. En al een eerste versie voordat, ja. voordat ik eigenlijk na kon denken. Hoe gaat dat verder? Dat wordt een collectief hier? Dat zou wel heel gezellig zijn. Ja. Maar we hebben geen idee natuurlijk wat de kinderen leuk blijven vinden... en hoe ze groter groeien. Maar we vragen wel heel vaak aan ze of ze iets leuk vinden en waarom dan. Zelfs voor jouw shows, hè? Die kijken ze tegenwoordig. Ik heb het wel over ze in mijn shows. Maar ik vraag wel tegenwoordig netjes of ik dat dan wel mag vertellen. Hey. Ik heb heel vaak hier in huis gezeten en gezegd... jongens, die woorden mogen wij niet gebruiken thuis, hè? Dat is echt, dat doet papa voor zijn werk. En houden jullie je daaraan? Zeg je toch hele vieze woorden? Nou, ja, als wij geen YouTube kenden. YouTube leer jij wel allemaal vieze dingen. Zoals zo, what the fuck, zegt hij de hele tijd nu. What the fuck? What the fuck? Maar wat moet ik doen om dan, wat moet ik dan doen dat jij dan what the fuck gaat zeggen? Iets geks, iets raars. Ja, bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld dit over je hoofd heen gooien. Ja, bijvoorbeeld. Ja. What the fuck? Geen gedoe. En ook geen gezeik, we willen lekker boemsen. En daarna een sigaret. En dan voetbal op de buis. 50 punten geel in huis. Joehoe! Het! Joehoe! Doei! 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 Doeg! Dag. Dag Fenne. Nou, dag. Even nog weten wat jullie ervan vonden, hoor. Heel bijzonder. Hey, jullie dag loopt nu wel een beetje anders. De poepbroek verschonen, dat is nu iets later geworden dan ik het anders gedaan zou hebben. Daar heb je de hele tijd bij je hand gezeten. Oké, en alsof dit nog niet genoeg was, jullie krijgen ook nog vrijkaarten, gratis vrijkaarten voor het Posttheater. Helemaal fantastisch. Goed. Voor enge buren. Nou, hartstikke mooi. Kom naar het theater en daarna, na de show, drinken we een borreltje. Ja, lijkt me een goed idee. Oké. Okay. Hoi! Tot ziens! Doei! Doei! Volgende week weer een nieuwe Christine's Cultuursnack. Met weer een andere artiest. Ik zou gewoon kijken. Hey.